Een bijzonder warm welkom, dames en heren, weer bij een nieuwe aflevering van Artiesteningang. En vanavond hebben wij een zeer bijzondere gast. Een man met een speciale bril ook. En hij ziet het leven niet door een roze bril, maar door een groene bril. Hij kan praten als brugman. En niet alleen praten als brugman, maar hij kan ook nog heel bijzonder mooi goochelen. En denkt u dan niet van, oh, daar hebben we weer zo'n goochelaar. Het is geen Hans Kazan, hij is nog veel beter. Want hij verkoopt zijn trucs zelfs over de hele wereld. Maar daar gaan we het straks nog over hebben. Niemand minder dan Leo Smets. Goedenavond. Leo. Goedenavond. We hebben toch een schone bril. Ja. Ja. Is er nou voor jou ook een blikvanger, zo'n bril? Het is een herkenningspunt. Een herkenningspunt. Een herkenningspunt. Al die jaren heb ik vandaar dat ze mij nooit herkennen dan. Nee, maar ik heb ook een groene bril opzetten. Ja, dat ga ik doen. Dat is geen probleem. Dat doen we. Ja. Ik heb er ook één. Zo. Ja. Voilà. Ja, nou, kennen ze jou weer. Nou, kennen ze mij. Hè? Ja. Ja, zo gaat het. Maar goed, dames en heren, voordat we verder gaan praten met Leo, gaan wij natuurlijk ook kijken naar de nummer 10. Hij is gezakt van de 7e naar de 10e plaats. Met een toch wel een heel leuk nummer. Henk Benaar, een zigeuner die wil dansen. Niet makkelijk, soms hard, maar eerlijk wel. Al lijkt het vaak voor hem gewoon een simpel spel. De liefde vindt hij mooi, maar een groot avontuur. Want je vangt toch nooit zijn hart, niet voor lange duur. Dan voor
je belt. En dat nieuwe jurkje dat bijna erin zien knelt. Een gat in je tas en de kat blijkt weer eens zoek. En een bladzijde ontbreekt uit dat ene boek. Maar opeens klinkt aan jouw mobiele telefoon een kinderstem. Roept met een vriendelijke toon, ik mis je zo. En kom heel snel weer thuis, deze dag kan niet meer stuk. Hij staat als een huis. Het zijn de kleine dingen in het leven die er vaak het meest toe doen. Al denk je soms, is dat niet overdreven? Wil ze niet missen, nog niet voor. En dat was natuurlijk ook een heel leuk nummer, dames en heren, van Rox van der Riel. Het zijn de kleine dingen, zegt mijn vrouw ook al tegen mij. Goed, Leo. Ja. Hartstikke welkom. Keileuk dat jij vanavond de reis vanuit Oorschot helemaal naar het Udense hebt willen volbrengen. Ja. Goochelaar. Je word je niet zomaar, denk ik. Nee, nee. Hoe ben je daartoe gekomen? Ben je vroeger ook begonnen met zo'n goocheldoos? Ik heb vroeger ik ben touwtje overeind kon zetten. Ik ben begonnen als eigenlijk voor de vijfde zender hulp. Mm-hmm. Toen ben ik ballonnen gaan leren. Daarna heb ik ballonnen gaan leren? Ballonnen moeten leren. Okay, ja. En toen, dat is al 25 jaar terug. Toen een beetje trucjes gaan doen voor kinderen. Mm-hmm. En dat is nu uitgebouwd tot wat het nu is eigenlijk. Ja. Ik denk dat mensen er geen idee van hebben hoe vaak dat je optreden. Met welke frequentie ben jij van huis om zaterdag? En wat voor soort optredens ook met name? Nou, ik want volgens mij is het heel divers, toch? Op Tomek is het heel divers. Ja. Ik heb vroeger altijd gewoon bruiloften, feesten, partijen, openingen, bedrijfsopeningen gedaan. Mm-hmm. En sinds een jaar of zes ben ik doorgebroken over heel de wereld. Mm-hmm. Omdat ik heb er ook enkele meegebracht om te laten zien. Trucs heb die ik zelf bedenk en aan Amerika verkoop. En van daaruit gaan ze weer terug over heel de wereld. En daarna geef ik dan zeg maar een soort lezingen in alle landen. Ja, maar even voor mijn beeldvorming. Je verspreidt dat, je verkoopt dat over de wereld. Hoe leg je die contacten? Hoe kom je daar terecht? Ja, op een gegeven moment, ik vind het heel mooi verhaal. Ik ben nu, zeg maar, komend jaar ben ik 20 jaar compleet beroeps. Mm-hmm. Op een gegeven moment kwam ik in een sessie in Blackpool, Engeland. Daar praat ik over, ik weet niet precies, 8 jaar terug. En dat deed ik een trucje van mij. En toen zei een wereldbekende goochelaar, Richard Sanders onder andere is dat. Dat is in de goochelwereld bekend, niet voor de lijken, maar voor de goochelwereld. Een hele grote jongen. Mm-hmm. Die zei, wat doe jij nou? Ik zeg, hoezo? Een trucje. En toen bleek dus dat ik heel veel dingen had die ik zelf bedacht. Ja. En nooit met anderen gedeeld had. Omdat ik altijd maar mijn eigen weg heb gevolgd. Ja. En in die goochelwereld. En dan denk ik, oh, dat is wel leuk om te doen. Dat is ook leuk om te doen. En 4 weken naar de rand was hij in Nederland. En zei, ik wil jou zien. En die is hier een week of anderhalve mei geweest. Ja. En ja, toen brak de hel los. Toen brak de hel los. En ja, nu sta ik al 5 jaar zelf in Blackpool. Kijk. Shows te geven voor 3500 goochelaars. Kijk. En nu reis ik elke keer landen af. Nu ga ik komend jaar naar Frankrijk. Ik ben in Zwitserland geweest. Ik ben afgelopen jaar 4 keer in Engeland geweest. Komende weken ga ik weer naar Engeland. Ik ga naar Canada. Ik ga naar Amerika. Je bent een druk baasje. Ik ben wel eens ooit thuis, ja. Hij is wel eens ooit thuis. Dames en heren, wie ook wel eens ooit thuis zijn de mannen van Ancora. En die hebben ook wel een prachtig zeemanslied. Dus lekker uptempo, kunnen lekker meedoen. Pak elkaar vast en huppel achter elkaar aan een dikke vette Polonaise. Want ze zijn allemaal dronken van de liefde. De spanning stijgt, nog een paar uur dan gaan de trossen los. De bemanning maakt zich op voor een lange reis. We gaan naar zee, spookt het door mijn kop. Een grote fles met rum.
richting gaat in de volle wind. Moeten alle hens aan dek. Het is het leven dat ik toch het allermooiste vind. Hier op het schip ben ik op mijn plek. De tinteling van zout als het heftig bruist. Het is de liefde voor de zee die in de zeeman huist. Ik ben dronken van de liefde voor de zee. Ik ben dronken, die liefde neem ik altijd met me mee. Maar na een aantal maanden op deze woeste zee verlang ik soms wel weer naar huis. Ik zie mezelf al zitten, daar in het dorpscafé, maar hier op zee voel ik me thuis. Ik ben dronken, dronken, dronken van de liefde voor de zee. Ik ben dronken, dronken, die liefde neem ik altijd mee. We zijn nog steeds bezig met onze eigen Leo Smetsers. Ja. Je zegt net al, je zit al 20 jaar als beroeps in de vak. Wat deed je ervoor? Ik ben altijd thuis gewerkt in benzinestations. En ik heb altijd 12 jaar als hobby een beetje gedrumd. Als bijberoep, zeg maar. Ja. Eigenlijk heel veel clownsoptredens. Dat is eigenlijk de start van mijn carrière. Zo ben je begonnen met als ballonnenclown of zo? Ballonnenclown en daarna in instellingen. Ik doe heel veel instellingswerk via bedrijven onderhand. Ik heb voor de grote Bank van Nederland jarenlang gewerkt. Mm-hmm. Die betaalde me dan. En dan ging ik... Dat maakt wel open. Ja, ook wel. En er zit geld genoeg in ieder geval. Ja, ja. En dan deed ik mij betalen en dan ging ik optreden in instellingen. En nu treed ik ook nog veel op in Nederland. Als ik in Nederland ben, dan pas mijn buitenlandprogramma aan, mm-hmm, aan de boekingen van Nederland. Ik wil nooit de Nederlandse boekingen missen. Ik hou van optreden. Jij kent me een beetje van vroeger nog. Mm-hmm, uiteraard. Ik ben een, zeggen ze, een workaholic. Ja. Liefst geen pauzepakje. En, gas erop. Liefst als ik naar huis ga, moet ik eigenlijk denken. Ja, ben ik zelf op feest geweest? Ja, je houdt op de een of andere manier de snelheid in het optreden. Snelheid in het optreden, maar ook, weet je, het is heel veel mensen zie ik artiesten, gaan ze pauze pakken. En dan denk ik, ja, en dan heb ik die mensen niet gezien. Of heb ik die hebben mij ook niet gezien. Mm-hmm, ja. Dus dan, dat heeft me ook wel eens uit de nek gebracht natuurlijk. Mm-hmm. Maar van de andere kant, ja, als je van je vak houdt, weet je, het is wie kan van zijn hobby zijn vak maken en dan daar nog doorbreken in heel veel disciplines. Ja. Hey, we zitten natuurlijk hier in een muziekprogramma. Ja, jij houdt ongetwijfeld van muziek. Wat dat is wel leuk. Ik had die vraag al verwacht, natuurlijk. Ja, dat is en toen dacht ik, als je nou meer naar mijn auto gaat buiten, alleen maar één DVD. En dat is? Doe maar. Echt waar? En die draai ik plat. Ja, nou, het is ook hele leuke muziek, dus eigenlijk heel jammer dat ze ik bestaan. Hou natuurlijk van heel veel soorten muziek. Ja. Als ik 's nachts terugrijd, dan zet ik zelfs wel een beetje klassiek op, om met wat rust te krijgen, want ik heb een troubelmaker in. Maar dat heeft hem ook veel gebracht natuurlijk. En, maar voor de verder is, ja, ik eigenlijk alle soorten muziek hou ik ervan. Mm-hmm. Maar doe maar, ja, dus ik werk toegaan en staat toegaan meestal. Ja, dat geloof ik achter elkaar. Hey, en ik begrijp, je hebt dezelfde brillensponsor als René Kast. Die hadden we een aantal weken geleden hier samen met Stef Eckel. Ja. En die zijn weliswaar gezakt. Ze gaan wel heel hard achteruit, dames en heren, op dit moment. Want ze zijn gezakt van de tweede naar de zesde plaats. En nog steeds liever te dikke de kist. Gaan we nu naar kijken. Ja, la, 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 la. Ja, la, 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 la,
is het raak, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij. Met chips en zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buitenspel. Ik ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever ben ik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij. Zo rond een uur of twee. Ik heb spijt van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel, het is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent te kort voor jouw gewicht. En weet u wat mijn weegschaal zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit, je hoeft hem zelf toch niet te dragen. Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. En achteraf, dan zul je mij niet horen klagen. Verslagen staan.
toen ik vertelde dat ik weg moest gaan. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik jou weer? Ik mis je zo, ik mis jou meer en meer. Ik weet niet wat er mij toen heeft bezield. Te denken dat ik niet meer van je hield. Besef nu dat het lang niet over is. Omdat ik jou nog alle dagen mis. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik? Zo, ik mis je meer en meer. Ik mis je zo, ik mis je meer en meer. Ik zie jou in mijn dromen, keer op keer. Wie zegt mij hoe en waar zie ik jou weer? Ik mis jou meer en meer. Van nummer 10 gestegen naar nummer 5, dames en heren, is Liz Richard met Ik mis je zo. Een hele mooie ballade. Niet alleen belade, maar ook een hele mooie ballade. We zijn natuurlijk weer bij onze Leo. En je hebt natuurlijk Leo Smetsers als goochelaar. En ja, je hebt ook Hans Klok als illusionist. Wat is nou het kenmerkende verschil? Ja, Hans Klok is een podiumman met grote kisten, dolke kisten, waterbakken, ontsnappingen. Getraind op timing. Mm-hmm. En, maar dat doe jij toch als goochelaar ook? Ja, maar ik doe meestal op techniek. Okay. In mijn handen. Dat is een heel ander verschil. Want dit is, kun je overal doen. Uh-huh. En Hans Klok moet een theater hebben of moet een grote feest. Of een, ja. Je dus hebt echt een ik heb zelf ook een podium, maar ik heb ook een podiumnummer uh-huh. natuurlijk. Waarbij loopt trucs gebeuren. Weer een ander soort trucs als Hans uh-huh. Klok doet natuurlijk, want dat is illusie. Maar dat zijn trucs met een verhaal of met een grap of een rol. En meestal zijn mijn... En zit er misschien meer show omheen met dus muziek en dans? Ja, alle muziek onderbij. Juist. Hey, maar ik ben eigenlijk wel... We zijn wel aan een goocheltrucje toe, denk ik. Vooruit, we gaan iets proberen. Ja. Als je 52 kaarten hebt, mm-hmm. je hebt 52 verschillende. Ja. En ik kan ze ook rustig laten zien, want je kent de kaart natuurlijk goed. Mm-hmm. Ja? Zou ik jou willen vragen om even stop te zeggen, exact waar jij wil? Stop. Ja? Zou jij gewoon eens even de kaart willen bekijken en laten we even van de camera zien dat de mensen thuis hem ook kunnen zien. Mochten er mensen bij zitten thuis die hem niet goed zien, ik heb hem ook in het groot. Ja, dus voor de mensen die thuis zijn. Ja, maar misschien moeten we toch even iets vragen. Joh. Het is namelijk onmogelijk om te weten wat jij denkt. Zou jij eens een kaart in jouw gedachten willen nemen? Een kaart die ik misschien voorbij komen? Of mag het elke wil? Nee, maar gewoon eentje die erin zit. Pak maar eentje die erin zit. Heb je er eentje? Ja. Heb jij bijvoorbeeld gekozen voor een zwarte kaart? Ja. Want heel veel mannen pakken zwart. Echt. Is dat zo? Ja. Heb je klaveren? Nee. Nou, zou je dan kunnen vertellen welke kaart je had? Ik had schop 10. Maar ik heb tegen jou gezegd dat je een kaart moest pakken die erin zit. Is toch jammer. Maar misschien gaat dit te vlug voor jou. Het kan zijn. Ja, weet je wat we zullen nog eentje gaan doen? Ja. Pak er maar eentje uit. Even pak er eentje uit. Ja, laat hem niet aan mij zien. Niet alleen aan de mensen thuis. Alleen aan de mensen thuis. Nu mag je van mij gewoon, ik ga hier even doen, even stop zeggen exact wat jij wil. Stop. Ja, leg hem hier maar op. En wat we gaan doen, is even de kaarten schudden. Maakt me niet uit hoe. En ik geef de kaart wel even van jou. En jij hoeft alleen maar tegen mij te zeggen, Leo,
de kaart die ik had zit voorin, achterin of in het midden. Dus je kijkt even waar jouw kaart zit, vooraan, achteraan of in het midden. Dus gewoon even rustig kijken als je denkt wat je zit. Ik ben geen goochelaar, dames en heren. Dat gaat een stuk langzamer dan hij dat doet natuurlijk. Theo. Theo. Ja? Is niet goed. Is niet goed. Ja, zo kunnen we wel uren doorgaan, denk ik. Ongelooflijk. Nou, het is ongelooflijk, dames en heren, wat hij allemaal kan. En dat is eigenlijk ook met de ex-scheiding in dit geval. Dat heeft allemaal wel niks met Leo te maken in dit geval. Maar Frank en Jamie Vanette hebben een toch wel een heel, ook een balladen nummer gemaakt. En dat gaat over een ex-scheiding. En het jongetje zingt over papa, ik zie tranen in je ogen. Papa, ik zie de tranen in je ogen. Papa, wat is het toch met jou? Jij bent mijn vriend en ik zal al je tranen drogen. Papa, gewoon omdat ik van je hou. Lieve jongen, ik heb het nu niet makkelijk. Het gaat niet meer tussen mama en mij. Maar ik beloof je, ik zal altijd voor jou zorgen. Want jij bent het kloppend hart in mij. Hou me vast en ik laat jou niet los. Wij zullen altijd samen zijn. Zelfs als ik er ooit niet meer ben, dan blijf jij de grootste vriend voor mij. Zie jou nog spelen in je kamer. Wat vliegt de tijd aan ons voorbij? Ik denk nu vaak aan mijn eigen vader. Hoe hij het deed en wat hij me zei. Papa, hoe moet ik jou bedanken? Het is goed, jongen. Voor alle liefde die jij mij altijd geeft. Zo hoort het. Ik ben zo trots op jou, mijn lieve vriend. En ik op jou. Deze woorden heb jij zo verdiend. Dankjewel, vriend. Hou me vast en ik laat jou niet los. Wij zullen altijd samen zijn. Zelfs als ik er ooit niet meer ben, dan blijf jij de grootste vriend voor mij. Ja, jij, de grootste vriend voor mij. Ik hou van je, kind. En ik van jou, pap. Is dan alles nu over? Laat je mij zo alleen? Laat je mij zomaar vallen? Ben je echt zo gemeen? Want waar zijn die beloftes over liefde en trouw? Geef me één goede reden, meer vraag ik niet van jou. Donkere dagen en eenzame nachten doen mij zo verlangen naar jou. Donkere dagen en eenzame nachten, omdat ik nog zo van je hou. Geef me een reden, vertel me de waarheid. Ik vind dat ik dat wel verdien. Dat is het minste wat jij me kan geven. Daar kan ik mee leven misschien.
Ik wil alles vergeven als je terugkomt bij mij. Want zo heb ik geen leven. Wat ik wil, dat ben jij. Want ik kan zo niet verder. En wat ik ook probeer, ach, ik blijf je maar missen. Elke dag meer en meer. Donkere dagen en eenzame nachten doen mij zo verlangen naar jou. Donkere dagen en eenzame nachten, omdat ik nog zo van je hou. Geef me een reden, vertel me de waarheid. Ik vind dat ik dat wel verdien. Dat is het minste wat jij me kan geven. Daar kan ik mee leven misschien. Ze is weer gezakt naar de derde plaats. En het was natuurlijk Sineke met Donkere Dagen. Wellicht wel een heel mooi toepasselijk liedje. Omdat de kerst natuurlijk alweer in aantocht komt. En de klok weer teruggezet is en zo. Dus Donkere Dagen van Sineke. Maar goed. Leo, jij ontwikkelt zelf trucs. Ja. En die verkoop jij over de hele wereld. Kun je daar eens iets van laten zien? Ik heb er hier een enkele meegebracht. Die breng je dan uit op video om te verkopen? Ja, ik zal even een klein beetje uit hoe werkt. Ik trek me terug in een kamer en ik heb een idee in mijn hoofd. Ja. En dan ga ik uitwerken. Uh-huh. Dan maak ik testen. Dan ga ik dat een jaar of anderhalf testen. En veranderen, weer testen, weer anderen. Dan komt er een kamerploeg. Wat komt er dan? Een cameraploeg. Cameraploeg. En dan heb ik een restaurant helemaal vol met mensen. Mm-hmm. Die filmen hem dan live. Dus de reacties van de mensen. Als die mensen weg zijn, de dag erna gaan we hetzelfde plaats terug. En dan leg ik precies uit, stap voor stap, hoe je een truc moet doen. Ja. En wat ik ervaren heb met mensen. Wat het beste is om te presenteren. Welk verhaal het beste is om erbij te zijn. En dat wordt dan gefilmd. En daar komt dan bijvoorbeeld DVD bij. Hier zit bijvoorbeeld DVD's mm-hmm. in. En dan met de spullen erbij, uh-huh. wordt een kistje van gemaakt en dan wordt naar Amerika verstuurd. Dan zit het hoofd van de goochelwereld. Uh-huh. En vanuit daar wordt het weer teruggestuurd naar Nederland. Ja. We hebben in Nederland ook twee goochelwinkels. En dan kunnen de mensen het weer kopen over heel de wereld. Ja. Dat gaat heel en is ver. Het dan zo dat jij die instructie geeft op video? Alles. Maar je verkoopt ook het materiaal wat erbij. Alles, compleet. Als je dus het ding koopt, het trucje koopt, dan koop je bijvoorbeeld, ik zal deze maar even uitleggen. Ja? Dit is belcups, weet je. Ja? Dan krijg je twee bekers erbij, een stokje erbij, de balletjes erbij. Alles wat erbij hoort. Alles, er zitten twee DVD's in. Mm-hmm. Puur over hoe je beweging moet, wat de dingen zijn die je al ontdekt hebt, die fout kunnen gaan bij mensen. Mm-hmm. Wat de reactie kan zijn van mensen. Dus eigenlijk, als je gaat trainen, dan kun je een trucje. Kijk, er zit natuurlijk een trainingsniveau in. Ja. Als ik bijvoorbeeld dit trucje zou pakken. Ja, we kennen allemaal natuurlijk het balletje-balletje. Ja. En omdat in het buitenland veel geld verloren is aan balletje-balletje, mm-hmm. zijn die mensen begonnen met schijven met een punt erop. En toen kwam ik op het idee, ik denk, god, als ik nu een whiteboard pak, dan kan ik er alles op schrijven. Ja. En daar heb ik dan weer de handelingen, grepen mee bedacht. Mm-hmm. En zo werkt dat weer. Even een nieuwsgierige vraag. Hè. Wat betaalt men voor zo'n truc? Als die... Deze is bijvoorbeeld, belcupjes rond de €250, €240, €250. En deze is iets van €40, €45. Dat ligt eraan wat. Kijk, dit is een ding, dan moet je echt, er zijn roestvrijstalen bekers, er zitten roestvrijstalen spullen bij. En dan moet je ook hoog niveau
trainingsgehalte hebben. Ja. Want dat je kunt dus niet even iets van... Als ik dit jou meegeef, ja, straks, en dan zeg jij na een paar weken, oh, ik heb die DVD, ja, kijk, ja, ik kan het. Ja. Maar er zijn ook trucs bij, bijvoorbeeld, die je die vereisen gewoon echt... Techniek. Een stuk techniek, wat je niet moet zomaar... Dan moet je je vingers getraind hebben die... dit bijvoorbeeld mijn kraslot, ik heb een hele kraslot bedacht. Ja. En waar hele aparte dingen bij zitten. Ja. Ja. Heb jij ook een truc bij vanavond, hier op dit moment, waarvan je zegt, van, nou, die wil ik wel uitleggen aan de mensen van hoe dat je werkt? Nou, of is dat tegen het goochelaars hart in? Eigenlijk mag het niet. Nee, dat snap ik. Maar weet je, maar je legt ze hier ook uit, alleen dat wordt ja, dan moet ik ze wel. Maar ik kan met jou dadelijk wel even een trucje uitleggen als je wil, dat maakt me niet veel uit. Okay. Als je dat wil, dat wil het best. Nou, dat trucje. Gaan we dat nu doen? Ja, dat is goed. Nou, kom op. Dat trucje, dat heet pief, paf, poef. Pief, paf, poef. Ja. En bij poef weet je precies wat de toeschouwer in gedachten heeft. Oké. Dus wat ik ga doen, ik doe het één keer voor. Ja? En dan doe jij het. En dan probeer je het bij mij. En, dan, en daarna leg ik... De muzikant van huis uit. Ja, ik weet. Maar daarna leg ik hem even uit. Nou, wat je eerst doet, als je het spelletje straks in je handen hebt, ja, zeg je hier pief. Ja. Dan zeg je daar paf. Ja? En dan zeg je hier poef, en dan weet je dat de toeschouwer klaar voor twee heeft. Dat is niet moeilijk, hè? Nee. Dus je pakt maar zijn spelletje af, en dan zeg je eerst, zeg je... Pief. En dan ga je naar mij toe, zeg je... Paf. En dan zeg je bij jou, poef, en dan weet je niet wat je hebt. Kut. Ja, nou, ik zal dit even uitleggen. Ja. Wat hier gebeurt is dit. Ja. Ik heb maar één kaart omgekeerd. Ja. En die zit zo omgekeerd. Dus als ik het doe, zeg ik pief, paf, poef... En nu pak ik het spel hier vast, ja, en dan ga ik naar jou toe, wijs met mijn linkerhand, zeg, ja, en nu ben jij. En draai het stop. En draai het stop. En jij pakt altijd een blinde kaart. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, zo zie je maar, dames en heren. Geleerd van iemand hier uit de buurt. Het zit in de kleine details. En zo denkt Gene Thomas er ook over, want die is zo, nou, kleine details zelfs, die is gestegen zelfs van de 8e naar de 2e plaats. Nou, als daar geen stijgen meer is, dan weet ik het ook niet meer. En die zingt over zwart. Gene Thomas. Soms heb ik zo'n nare dromen over jij die me wordt afgenomen door een storm die niemand komen zag, een mokerslag. Dan verder leven, wie zal mij die kracht en liefde geven? Jij verandert chaos in structuur, ik speel met vuur. Wie brengt mij steeds weer in balans? Wie blust branden, wie leidt de dans? We'll be right back.
Jean Thomas met Zwart, dames en heren. En wat denkt u, wie staat er dan op één van de derde plaats gestegen naar de eerste plaats? Onze André Hazes junior, die een geweldige award geeft aan zijn vader. Hey, ouwe. Hey ouwe, dat had je niet gedacht, hè? Dat ik hier nu zou staan in het volle licht. Hey ouwe, ik hoop dat je me zien kan en weet dat ik je meer dan ooit nog mis. Ik weet nog, toen ik nog klein was, altijd weg, je was er bijna nooit. En het is gek, nu al die jaren later, ben je dichterbij dan ooit. En dwars door alle twijfel en ondanks alle pijn, ben ik net als jij geworden, wie ik wist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. De cirkel is nu rond. Ook ik heb moeten vechten. Ja, ook ik heb blauwe plekken op mijn ziel. Maar ik won omdat ik net als jij een keer vaker opstond dan ik viel. Want één ding weet ik zeker, zonder jou had ik hier niet gestaan. Maar jij hebt mij losgelaten. Er is tijd om nu mijn eigen weg te gaan. En dwars door alle twijfel en ondanks alle pijn, ben ik net als jij geworden, wie gewist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. Oh, en alles valt nu op zijn plek. De toekomst helder in zicht. En ik wil nergens anders zijn dan hier in het volle. Als jij geworden, wie ik wist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn mijn grond. Ik sta nu waar jij stond. De cirkel is nu rond. Hé, ouwe. En onze oude van André Hazes was natuurlijk weer een geweldig leuk nummer, dames en heren, om naar te kijken en naar te luisteren. We zijn benieuwd of hij net zo lang op één blijft staan als Stef Ekkelen en René Kars met de dikke de kist. Maar dat weten we pas over een tijdje natuurlijk. Leo Smetsers. Jouw grote voorbeeld in de goochelwereld. Aan wie moeten we dat denken? Zijn dat namen die wij ook kennen? Ik heb een aantal mensen waar ik respect voor heb. Ja, als goochelaar bedoel je? Als goochelaar, ja. Er zijn natuurlijk een aantal mensen in onze wereld, mm-hmm, die heel veel bereikt hebben, jullie niet kennen. En dat zijn grote jongens uit Amerika of Canada. Maar hoe komt het dan dat die grote jongens mij hier niet kennen? Dat zijn jongens die ook net zo doen als ik uitbrengen. Ja. En die zijn bekend in de goochelwereld. Ja, ja. En die hebben technieken bedacht. En natuurlijk hebben we grote goochelaars. Mm-hmm. Maar ik hou wel van jongens die... Er komt nu een nieuwe jongen aan uit België. Ja. En... Uit België? Ja. Alle talent uit België, dames en heren. Zeker en vast. Schoon, hè? En die jongen heb ik ontdekt een paar maanden terug. Die is nu al opnames geweest te maken in Engeland. Ja, wat die jongen kan, dat is niet normaal met zijn handjes. Ja. Is het entertainment voor een leken, dat is dus het verschil. Mm-hmm. Je hebt dus goochelen op hoog niveau. Ja. En dat vindt een leek ook leuk. Maar die jongens kunnen dingen met de handen waar ik van zeer erg respect voor heb. Maar zijn dat dingen die jij dan niet kunt? Of
Die zou ik kunnen trainen natuurlijk. Maar kijk, een truc is een truc. Een truc moet je passen. Dat is heel gek. Ik zeg, ik heb kasten vol trucs die ik niet doe. Ja. Die koop je en dan denk je, die zie je die. En dan ben je aan het trainen en denk je, ja. Nee, dat is het niet. Ik hou van een truc met een lach, met een grap. Jij houdt, als ik het goed vertaal dan, jij houdt eigenlijk van een truc zoals ik bijvoorbeeld van bepaalde muziek hou. Ja, 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 ja. Ik heb misschien thuis wel, ik zal niet overdrijven, maar 3.000-4.000 trucs. En ik doe je misschien maar... Allemaal Scania's of DAF's? Fijn, de meestal DAF. Ik doe je misschien maar 200-300 van. Ja. Doe ik ze weg? Nee, doe ik ze niet weg. Want in een later stadium denk ik, ach wacht, ik heb een link gevonden. Ja, een leuk voorbeeld bijvoorbeeld, ik heb nu ik ben bezig met een nieuwe truc, met sokken. Dan heb je een beetje een idee hoe het werkt. Ja. Dan ben ik aan het ontwikkelen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oké, hoe maak ik nou een verhaal? Want daar zit het natuurlijk ook in. Je kunt dan zeggen, en het truc is klaar. Ja. Maar als het verhaal goed is, komt de truc 10 keer zo sterk op. Ja. Dus wat ben ik nu aan het doen? Ik ben een verhaal aan het schrijven over websites voor dating. Mm-hmm. Dat tegenwoordig, als je naar een vrouw zoekt, dan moet je je naam invullen. Dan moet je zeggen hoe oud dat je bent. Eigenlijk nog liefst hoeveel geld je hebt. Wat voor hobby's dat je hebt. Welke films dat je leuk vindt. Maar vroeger toen ik mijn vrouw moest, hoefde ik helemaal niks te zeggen. Snap je? Ja. Daar ben ik nu een verhaal over aan het schrijven. Ja. Daar ga ik uitbouwen. Ja. En tot een act. Ja. Dat de mensen ook meteen begrijpen van, oh ja, ja dat klopt. Ja, daar hebben we wel gelijk in. Ja. Ja. Hey, laat nog eens even een hele mooie truc zien. Je had het over balletje balletje. Nou, ja, balletje balletje is natuurlijk een bekend spel. En wat leuk is, is heel veel mensen hebben geld mee verloren. Mm-hmm. En ik heb hier zelf mijn eigen balletje balletje meegemaakt. Een eigen balletje balletje? Ja, dit heb ik zelf ontworpen. Oké. Okay. Kan je straks wel even uitleggen gespeeld waarom. Ja? Heel kort. Maar, oké. Okay. We hebben 3 bekertjes. Mm-hmm. En een bekertje voor jou om erop te zetten waar jij denkt het balletje zit. Ja. Dus als ik nu dit doe, dan zou jij weten waar het balletje zit. Ja. Zet de beker maar even overheen. Mocht je nou daar een buitenlandje geld op hebben gezet, wat heel veel Nederlanders doen, dan was je geld kwijt geweest. Want hier zit het balletje in. Dus ik zal het nog 2 keer meer met je doen, dat je kunt zien hoe het werkt. Ja. Ja? Wat kies je? Kies je deze, die of toch die? Zet het maar neer waar jij wil. Ja, ik heb het gewoon niet gezien. Makkelijk niet uit. Je hebt het toch niet goed. Want hier zit namelijk geen balletje. Ik ga het wel langzamer doen. Ja. Misschien Theo, jij bent ook in 20 meer. Nee, absoluut niet. Ik zal het even laten zien. Heel langzaam. Is het dan 1? Is het dan 2? Of is het dan 3? Zet het maar neer wat jij denkt. Ik had dit wel verwacht, Theo. Ik had dit wel verwacht. Omdat jij... Nu was je al 150 euro kwijt geweest. Maar stel je voor... dat jij... 1 van deze 3... op dit balletje mag zetten. Doe eens even. Een van deze, drie. Zet je zelf op het balletje. Ja. En dan mag je, ja doe maar. Zet die beker maar overheen. En wat je ook nog moet doen, ja, even je hand erop zetten. Want deze kies je niet en deze kies je niet. Dan zal ik hier het bekertje overheen zetten. Zet jij jouw duim erop heen, want dan kan ik er niet aankomen. En dan zet ik mijn duim hier. Zodra jij het fluitje hoort, dan is het gebeurd, Theo. Want hier zit namelijk een balletje. En hier zit geen balletje meer. Dus je moet nooit een balletje malletje mee spelen. Want dan verlies je altijd. Dit is een techniek, die is niet met je ogen te volgen als je dat getraind hebt. Dan kun je nooit winnen. Maar die ga je vast niet uitleggen, deze. Niet aan jou. Nee. Oké. Goed, dames en heren. Met dit geweldige, leuke goochelspelletje aan het eind. Zijn we ook weer aan het einde gekomen van Artiesteningang van deze week. We hadden Leo Smetsers te gast. Leo, hartelijk bedankt dat jij dank voor de uitnodiging. Vanavond wilde zijn. Echt heel erg leuk. Heel veel succes. En wilt u ook meer weten over Leo Smetsers? Kijk dan eens even gewoon op leosmetsers.nl. Of volg het Facebook. Want veel mensen gaan op Facebook kijken tegenwoordig. Of op Facebook tegenwoordig. Ja. Nou, dat lijkt me dan ook weer een logisch gevolg, dames en heren, als u die naam gaat kennen. Heel veel zin. Ik heb heel snel, de laatste 5 vragen, doe ik altijd. Bier of cognac? Bier. Hans Kazan of Richard Ross? Dat is een lastige. Richard Ross. Dat vind ik leuk. Wokken of Chinezen? Wokken. Voice of Holland of Hollands Got Talent? The Voice of Holland. En de laatste kan ik denk ik niet missen. New York of Las Vegas? Oorschot. Oorschot. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Volgende week zijn we er weer. Fijn dat u op ons hebt afgestemd. Tot volgende week. Bye.